We kregen vorige week een brief, mevrouw en ik en de kinderen, waaruit blijkt dat we hier niet mogen wonen en dat we binnen een maand moeten vertrekken. Helemaal uit de lucht komen vallen. Er was nooit eerder contact met de gemeente. Er is destijds geen woonvergunning verstrekt en dat kwam door een vete tussen mijn opa en de gemeente. En toen de buren hun huis hier neerzetten en een woonvergunning kregen, konden ze het niet maken hem degene te geven. Maar toen zei hij, ik hoef hem niet meer. Ik woon er toch al. Een beetje stugge oude baas. Die kostte 27,50 gulden. En daar had hij geen trek in, omdat die ene van Etten niet kon luchten of zien. Nou, hier in deze map zit een... Nou ja, alles van dit huis. Hier is dan de koopovereenkomst en al die dingen. En deze rode hierachter. Het eigendomsbewijs van dat dit dus gewoon ons huis is. Ja, dus je kan wel degelijk bewijzen dat je hier woont en dat dat echt jouw huis is. Ja, en we betalen dus ook WOZ en de... alle belastingen die horen bij een woonhuis, annex, atelier. En we wonen en werken ook hier. Je ziet hier buiten, dat is het atelier. Een prachtpand met een grote werkplaats. En ze wonen er al jaren. Toch bestaat de kans dat Jurriaan en Brigitte Molenaar en hun twee kinderen over 2 weken op straat staan. Geen woonvergunning, zo zegt de gemeente. Afgelopen week stond er een postbode voor de deur met een aangetekende brief. En nu zat het hele leven van de Vier Weespers compleet op zijn kop. Nu heb ik voor het eerst van mijn leven een advocaat moeten inschakelen. Eén deze dagen moet ik de stukken overleggen waaruit blijkt dat dit mijn eigendom is, et cetera, dat we belasting betalen. En hoe lang er al gewoond is, al dat soort bewijzen. Ja, en dan moeten zij reageren. De advocaat gaat reageren en daar moet ik maar op wachten. En inmiddels tikt de tijd, want van de 4 weken zijn er al bijna... Nee, is er ruim 1 om. Hoe gaat het nu thuis? Slapeloze nachten? Ja, absoluut. Mijn vrouw voelt zich onwelkom en denkt van... we houden hier de boel in de gaten, we verzorgen de boel netjes. En dan ben je opeens zogenaamd helemaal onwelkom, dus die voelt zich weggejaagd. En ik ben meer bezig met de praktische kanten van, oh jee, waar zijn de bewijzen en wat moet ik allemaal doen en wat moet mijn advocaat hebben. En ja, dus daar ben ik dan meer mee bezig. Maar inderdaad, iedere nacht schiet weer iets te binnen of voel je erg ongemakkelijk. Denk je ook echt dat het allemaal goed komt? Ik denk het wel. De brief staat vol met vreemde fouten. En ook juridisch slecht in elkaar gezet, volgens mij een advocaat. Dus die ziet absoluut positief mijn toekomst. Sterkte. Dankjewel.